Zo, dat moet dan wel genoeg zijn hoor. Ik hoop maar wat er vandaag op televisie komt. Want ik heb trouwens vandaag gelezen dat er iets heel speciaals komt op het nieuws. Maar alleen weet ik nog niet wat het is. Oh jongen, jongen, ik ben toch wel nieuwsgierig. Hè? Alleen moet ik toch nog wel eventjes 5 minuten wachten, want het nieuws begint pas over 5 minuten. Wat zal ik in de tussentijd nog ondertussen nog doen? Nou ja, dat kan ook. Eventjes wat bezoek binnenlaten. Dat is ook eventjes nodig. Hallo, ik ga zo blij dat ik je weer zie. Joepie! Hey, Owen. Wat een verrassing dat je nog eventjes langskomt. Ja, mag ik misschien nog eventjes bij jou op bezoek komen? Maar natuurlijk, Owen. Je bent natuurlijk van altijd van harte welkom, hoor. Kom maar anders naar binnen, hoor. Oké, maar je weet al, ik ben al binnen, hè? Ach, kom maar toch gezellig in de woonkamer. Zeg, Owen. Moet jij vandaag niet op school zijn? Op school? Hoezo? Nou, omdat je hier gewoon bent. Ik vraag me trouwens af, wat doe je eigenlijk hier thuis terwijl je eigenlijk naar school moet? Nou, ik kan vandaag niet naar school. We hebben vandaag studiedag. Studiedag? De boswachter heeft me daarover niks over gezegd. Ja, maar toch is het zo. Oh. En nu verveel ik me zo'n beetje. Hé, hey, maar Owen, dan weet ik misschien nog wel een ideetje. Wat dan? Nou, ik ben op dit moment de televisie aan het aanzetten, want vandaag komt er een hele leuke speciale uitzending over een superster. En ik dacht, misschien zou jij dat leuk vinden. Heb je zin om mee televisie te kijken? Oh, dat is geweldig! En vanavond en straks naar het nieuws kijken we dus een leuke tekenfilm. Dat vind ik echt geweldig! Nou en Owen, kom, laten we dan maar gaan zitten, want die uitzending begint zo dadelijk. Oké, Ricardo, zet de televisie maar aan! Maar dat kan niet, Owen. De uitzending begint pas over 3 minuten. Oh, jeetje mina. En wat doen we nu? Even wachten, hè, Owen. Goedemiddag, dames en heren. En welkom bij het nieuws. Oh, stil, Owen. Dit is belangrijk. Oh, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Na haar speciale lange reis in Bombay te bezoeken, komt ze nu eindelijk weer terug naar Boystad. Onze beroemde ster, Savannah. Ze is namelijk nu bezig met de volgende plannen voor haar nieuwe film. Van Japan tot Singapore en van Singapore tot Bombay keert ze nu weer terug in Boystad, onze lieftallige Savannah. Ze heeft namelijk haar carrière in Bombay al afgemaakt en nu is ze weer terug in Boystad om haar carrière als filmster weer verder op te volgen. Wat haar volgende films worden, dat is nog onbekend. Jonge Owen, ze is echt beautiful, schoon en mooi zeg. Wat vind jij ervan, Owen? Oh nee, dit wordt de grootste nachtmerrie van mijn leven. Ik kan het niet aanzien. Owen, stel je nou toch niet zo aan. Maar om te weten te komen wat de volgende plannen zijn voor de nieuwe film, zouden we misschien toch nog eventjes met onze Savannah nog eventjes een gesprekje willen uitvoeren. Hallo jonge dame, en hoe bevalt het nu om weer terug te zijn in Boystad? Ik vind het leuk hier. Oh, maar dat mag ik horen. Nog een vraagje. Ik hoorde trouwens dat jullie al gaan voorbereiden voor een nieuwe speciale film hier in Boystad. En heeft de film nog al een titel? En wat gaat er allemaal gebeuren in de nieuwe film van jou? Dat heeft er iets nog niet over me gezegd. Maar ze heeft van mij wel gezegd dat we niet zo goed zoveel acteurs hebben, hè. En we hebben daar wel nog meer nodig. Ik denk ongeveer 2 acteurs en dan zijn we wel. En dan kunnen we beginnen met onze film. Oké dan, dan snap ik dat ook. En kunt u dan misschien ook vertellen wie de acteurs worden? Of is dat ook nog geheim? Dat weet ik ook nog niet, want de regisseur die moet dat nog allemaal plannen, hoor. Oké, meid, bedankt voor de informatie. Als u trouwens meer weet, kunt u mij meteen informeren bij de studio. Oké dan. Oké, jongens en meisjes, we hebben nu zo duidelijk gehoord dat we nog heel wat acteurs nodig hebben voor de nieuwe film. Hoe dan ook, terug naar de studio. Nou, ik moet toegeven, deze uitzending was echt een geweldige uitzending. Alleen jammer voor die acteurs, dat er niet zoveel acteurs zijn hoor. Misschien lijkt het me best wel leuk om in zo'n film mee te spelen.
Wat vind jij ervan, Owen? Hè? Huh? Hé, waar is die jongen nou? Ik laat het ook echt nood aan hem over om dit ook allemaal te laten zien, hè? Zou hij misschien weer terug naar huis gegaan zijn op een of andere reden? Daar ben je, Owen. Zeg, wat mankeert je eigenlijk? Is de televisie al uit? Nou en of, Owen. Het programma is toch al afgelopen, hoor. Je hebt net het laatste stukje gemist. Dat is nog geluk dat wij zijn dat ik die niet meer zie, hoor. Hey Owen, ik heb misschien een ideetje. Tijdens de reportage op de televisie vertelde Savannah dat ze niet genoeg acteurs heeft. Misschien is het best wel handig als wij bij haar mee kunnen spelen in haar film. Hoezo? Nou, dan worden we ook een beroemde filmster, net als zij. Ik wil helemaal niet meespelen in haar film. Ze heeft me hele dag verpest. Ik vind haar helemaal niet leuk. Maar Owen, dit is... Niks te maken, Ricardo. Ik maak mijn eigen film. Ik maak mijn film zoals ik het wil. Maar Owen, waar haal je dan een camera vandaan? Heb je me niet gehoord? Ik maak mijn eigen film. En zoek jij me voor een camera. Als je me hebt begrepen. Oké, Owen, maar ik kijk wel eventjes in de zolder. Wat kan mij dat schelen? Ik wil helemaal niet in haar film spelen. Ze bekijkt het... Ricardo doorzocht de hele zolder om een camera voor Owen te zoeken. Uiteindelijk heeft hij er toch nog eentje gevonden. Haha, nou gelukkig dat ik er nog eentje heb. Toevallig moet mijn zolder toch nog nodig opgeruimd worden. Wat ik me trouwens al... Wacht eens even... Wat is Owen nou weer aan het doen? Oh, jongen. Hij wilde een film. Nou, dan krijgt hij een film. Nou, hier is zijn camera. Oh jee, een levende mandarijn met een lichaam aan zich. Niet bang zijn, Ricardo. Ik ben het, Owen. Owen? Wat moet jij nou in dat mandarijnmasker? Nou, dit is voor mijn film. Moet je eens luisteren. Dit zou je wel misschien wel leuk vinden. Vertel dat later maar, Owen. Ik heb trouwens hier je camera. Ik ben trouwens wel benieuwd wat voor een soort film je gaat maken. Nou, dit wordt een komische film. Zeg, Ricardo, hoe kom je eigenlijk aan die camera? Deze hier. Och, die heb ik al heel lang, hoor. Deze camera, die is toch van mijn vriend geweest. Toen hij nog een van zijn filmpjes maakte. Oh, geweldig. Kunnen we dan nu beginnen? Eens even kijken. Ik moet eventjes zien hoe ik de camera moet aanzetten. Want ik heb nog nooit gewerkt met deze camera. Oké, Owen. Hij staat aan. Ik ben nu bezig met opnemen, hoor. Camera en actie. Hallo iedereen. Ik ben het. Owen, de levende mandarijn. Leuk jullie weer te zien. Jongens, ik laat jullie zien hoe mijn gezicht niet kapot kan geraakt worden. Mijn gezicht is gemaakt van de mandarijn of van de sinaasappel. En hiervoor heb ik dus een trucje bedacht. Ik pak nu een lekkere banaan. Yum. Heer... Zo, en nu kunnen jullie zien dat ik mijn banaan vlak naast me heb weggegooid. Maar let op wat er nu gaat gebeuren. Ik ga nu achterwaarts lopen. En dan zullen jullie nogal in de deuk lachen. Tada! En ik ben niet eens kapot gegaan, hè? Leuk, hè? En kat. En, is het gelukt? Owen, dit is echt waardeloos. Echt serieus. Dit ga je toch echt niet vertonen in het openbaar, hè? Ach ja, ik heb het wel geprobeerd, maar ja, we moeten deze live uitzenden. Want anders denkt ze van dat ik een prutser ben. Ach, Owen, misschien is het toch het beste om bij haar te werken, zodat zij nog meer acteurs heeft voor haar nieuwe film. Nee, dat nooit. Ik wil niet eens voor haar werken. Ze heeft me de hele dag verpest. Maar Owen, er zit helemaal niks anders op. Het is beter dat we... bij haar kunnen werken, zodat wij nog beroemder kunnen worden met haar. Helemaal niet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga haar tegenspreken. Ik zal eens zeggen wie de beste hier is. Oh nee, doe het nou niet. Oh, chips. Oh, nee. Dat komt niet goed uit, hoor. Ik moet iets doen. Zometeen maken Savannah en Owen dadelijk nog met elkaar ruzie. Oh, Savannah, je zit hier mooi uit, hè? Ik ben benieuwd wat de volgende plannen zijn voor mijn filmpjes. Daar ben je! Ik heb je eindelijk gevonden! Hier, je bent een broodmeid! Mijn film, ik ga een hele mooie film maken en die van mij is veel beter!
reken maar dat je niet meer de ster bent. Begrepen? Foei. Oh ja, is dat alles? Nou, dan zal ik eens laten zien wat ik kan. Bagaai! Owen, waag het niet te doen. En laat haar met rust. Ricardo, hoe wist je dat ik hier was? Wat dacht je zelf? Je denkt toch zeker niet dat ik van gisteren ben, hè? Owen, dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt van jou. Waarom wou jij Savannah in elkaar slaan? Omdat zij begonnen was. Zij heeft mij in mijn gezicht geslagen. Ja, maar dat is toch geen reden om haar dan terug te pakken? Het spijt me zo vreselijk, Ricardo. Maar ik wilde gewoon een hele leuke film hebben. En een hele goede film die echt meer bekeken wordt en die iedereen leuk vindt. Owen, wat had ik nou tegen je gezegd? Ik heb het al zo vaak tegen je gezegd. We kunnen ons gewoon opgeven voor Savannah. Waarom voor haar? Omdat zij twee acteurs nodig heeft. En die heeft ze nog niet. Dus wij zijn misschien wel geschikt voor die film. Maar hoe dan ook, Owen, ik wil nu dat je naar Savannah toe gaat en dan zeg je tegen haar dat het je spijt. Is het duidelijk? Het is goed, Ricardo. Het spijt me vreselijk dat ik je weer zo heb laten misdragen. Alsjeblieft, kun je me het alsjeblieft weer vergeven? Och, het is allemaal vergeven, Owen. Kom hier, geef me een handje. Ziezo. En zo heb ik weer een probleem opgelost. En dat allemaal dankzij mij, Owen, hè. Nu zie je ervan hoe het is om een meisje te plagen. Hé, hey Savannah, is alles hier in orde? Ik hoorde je zo gillen. Nee, het is alweer. Het is oké. Maak je maar geen zorgen, meneer de regisseur. Alles is onder controle. Oh, dat is wel een beetje gek, hoor. Ik dacht heel eventjes dat Savannah in moeilijkheden zat. Ja, dan zou je het waarschijnlijk een beetje verkeerd gehoord hebben. Het was namelijk Owen. Hij is een beetje overstuurd. Oh ja, fout moet kunnen, hè. Ja, het zat zo eigenlijk. Owen die was helemaal overstuurd over dat hij graag een eigen film wilde maken. En dat hij jaloers was op Savannah. En ja, het ging allemaal zo een beetje uit de hand allemaal. Ja, maar ik heb het weer goed gemaakt met haar. Och, dat is gewoon kalverliefde. Dat is alles. Meneer de regisseur, ik wilde je toevallig nog iets vragen. Ja, vraagt u maar. Owen en ik willen heel graag doen met jouw film. Met mijn film? Ja. Vanochtend op de televisie had Savannah een live uitzending uitgegeven. Dat ze verteld had dat ze niet genoeg acteurs had voor haar nieuwe film in Boystad. En ik dacht, misschien willen Owen en ik wel die twee acteurs worden. Fantastisch! Eindelijk! Dus jullie willen echt meedoen met onze nieuwe film? Ja, als er nog plaats is. Maar dat is geweldig. Nu kan onze opname toch nog doorgaan. Oh, bedankt jongens. Ik ben echt zeer dankbaar dat jullie echt mee willen doen. Ik zet al ondertussen alles klaar voor de opname. Oh Ricardo, dat heb je wel goed gedaan, hè, dat je mij hebt nog gered. Och, ik had al een vermoeden dat Owen een hekel aan je had, maar ja, hij zal je voorlopig niet meer plagen. Ja, ik kon er verder ook niks aan doen. Kom, laten we maar gauw gaan, want de opname begint zo. En Owen, denk je dat je er helemaal klaar bent voor de opname? Ja, ik weet het heel zeker. Nou, laten we dan maar gaan, hoor. Oké, mensen, we zijn nu helemaal klaar voor de opname. Camera, licht en actie! Komt u toch binnen, madame, en ik geef u een tafeltje voor één persoon. Gaat u zitten, madame. En hier is het menu van de dag. Zoekt u maar uit wat u graag wilt. Oeh, ik wil die! De gebraden vis.
Maakt u maar geen zorgen. Ik zal de kok op de hoogte houden dat hij voor jou dit recept zou willen maken. Cookie is goed. Owen, we hebben een klant in ons restaurant. Oh ja, en wat moet hij hebben? 1 gebraden vis. Zou u die voor mij willen maken? Oké, dat is geen probleem hoor. Oké, dan, begin dan maar alvast. Dan kom ik zo dadelijk weer terug. Oké, ik zal alle ingrediënten zoeken om gebraden vis te bakken. Want dat doe ik zo graag. En is hij helemaal klaar? Hij is magnifiek geworden, Ricardo. Je kunt hem alvast meenemen. Oh, bedankt, Owen. Bon appetit en eet smakelijk. Oh, dank je. Sneakery. En hoe smaakt de vis? Kan dat nou? Dit is de slechtste restaurant van de hele wereld! Ja, maar ik kan het uitleggen. Ik ga hier weg! Hé, wacht! Je moet nog betalen! Oh, chips! Er is hier 1 iemand in het restaurant die op zijn donder krijgt. En ik noem geen namen, want er is iets wat niet bij die vis hoort. Zeg Owen, kunt u mij misschien vertellen wat er in die gebraden vis zit? Jazeker, azijn! Nou, kom jij er maar eventjes hier! Oh nee, wegwezen! Nee, niet doen! Het spijt! Pop, 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 piep, tip, 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 tip! En was het gelukt, de film? Jongens, het is een sensatie. Met deze film worden we vast en zeker beroemd. Oh, echt waar? Inderdaad, deze film komt binnenkort in alle bioscopen terecht. Joepie! Ik verheug me al om deze film alweer in het echt te zien. Nou Owen, zo te zien ben je nu echt gelukkig met je film. Of tenminste, met onze film bedoel ik.